Zo bewoners van een gamestad, ik ben Tonopold en vandaag gaan wij Minecraft skins van YouTubers photoshoppen. Het ziet er toch niet uit. Dit is echt erg. Perfectos. Oh yes. Oh yes. Oké, ik denk dat het leuk is als we als allereerst Enzo gaan photoshoppen. Oké, dit is hoe die er echt uitziet. Ik ga denk ik hoe Enzo er echt uitziet, ga ik proberen een beetje in een Minecraft stijl te doen. Oh ja, trouwens, waarom heb ik een hoed op? Dat vind ik gewoon leuk. Als allereerst zien we dat deze ogen een beetje recht, ze zijn helemaal niet rond. Ze moeten wat meer rechthoekig zijn of wat dan ook. Dus dat ga ik als allereerst proberen te doen. Het ziet er toch niet uit. Wacht even. Ze zijn wel wat meer blauw in de Minecraft skin. Dus ik denk dat we dat ook moeten doen. Hij heeft ook wat meer wit aan zijn ogen. Hier links en hier rechts. Dus dat moeten we ook sowieso eventjes gaan toevoegen. Ja, zoiets. Kijk. Kijk, dit moet erbij. Man, dit is... Ik denk dat ik niet meer kan slapen nu. Oké, dit zijn de ogen. Die zijn ook wat meer blauw. A few moments later. Ja, zoiets. How could this happen to me? Oké, hier gaat die jongens. De grijze pet. Hij gaat erop. Waarom ziet dit er zo raar uit? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom dit er zo raar uitziet. Oké, nou, het hoofd moet ook wat meer vierkant zijn. Het is nog niet echt heel erg vierkant, dus dat moeten we... moeten we ook nog even doen. Dit is echt erg. Oké. Zoiets denk ik. Ja, in Minecraft is het ook vierkant, dus we moeten het doen. Oké, dan maken we dit nog wat meer vierkant. Zo. Ik zal zeggen, ik vind hem goed zo. Perfectos. Als tweede gaan we Don van Game Meneer doen. En hij heeft best wel een opvallende skin. En het is namelijk nog een goblin skin. En dat wordt wel een uitdaging om die na te maken. Waarom heeft Don geen normale foto's? Ik heb geen idee. Maar de foto's die ik tegenkom, die kan me, daar hoef je niks meer aan te photoshoppen, zeg maar. Oh ja, oké, deze is awesome. Yes. Eerst is het natuurlijk best wel opvallend dat het linkeroog en het rechteroog best wel groot zijn. Dus ik denk dat we die allereerst even wat groter gaan maken. Zijn Minecraft skin kijkt best wel boos. Dus gaan we deze ook wat bozer maken. Oh ja. Ja, dit, ja, ik vind het er wel een beetje uitzien als deze goblin skin. Yes, alleen, zoals jullie zien, mist het iets. Namelijk dat het linker oog natuurlijk rood is. Dit is awesome, een rood oog. En nu moeten we nog een blauw oog hebben. Oké, blauw. Oh yes, oh yes. Oh yes. Woe. Nou, Don is voor grotendeels kaal op een paar haartjes na. Dus ik denk dat we hem eerst kaal moeten gaan maken. Zo. Oké, dit is mooi. Als, ja, en als laatste heeft Don nog een shirt aan. En ja, een goblin heeft geen shirt aan. Zo, en dan zetten we dit hierop. Ja hoor, dit is een mooie goblin. Net zoals zijn skin. Oké, ik vind hem goed gekeurd. Perfectos. Oké, we gaan ook gewoon Manic photoshoppen van een GameStop. Oké, hier hebben we een foto van Manic. En dit is de Minecraft skin. Voor alle ogen gaan er misschien een beetje eng uitzien. Dit doen we dus zwart. Het moet wel zo, want zo is de Minecraft skin ook. Oké, de ogen zijn natuurlijk best wel groot en vierkant, dus ik denk dat we dat als allereerst moeten gaan doen. Oké, nou, ik vind het vierkant genoeg, Hoe ziet het... Het ziet er zo uit, oké? Het lijkt... Het lijkt in principe nog best wel op de Minecraft skin. Oké, even kijken of we dit wat meer bruin kunnen maken. Net zoals hier zo is.
denk het wel, kijk. Ja, oh ja, 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 dit. Zo, dit is wel perfect, vind ik. Ja, dit is zo eng. Het is zo eng aan het worden. Kijk. Oké, okay. Het is wel de Minecraft skin, dus in principe is het nog wel goed zo. Oké, ik denk dat we hem zo goed hebben nagemaakt. Perfectos. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze Photoshop video. Als je meer video's van mij wilt zien, ik heb ook een eigen kanaal, TotalPwnt. Dat staat in de beschrijving. Heb je nog een leuk idee wat ik de volgende keer kan doen in de Photoshop video? Laat het dan achter in de reacties. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei. Ja, helemaal perfect.